Mijn naam is Henk van Alst. Ik ben vrijwilliger bij de Natuurcommissie van de Vereniging tot Behoud van de Wilmke Breek Polder. Dat is deze polder die we nu zien. Ik woon zelf hier vlakbij. De meeste mensen die aangesloten zijn bij deze vereniging, er zijn er zo'n 100, er zijn omwonenden in deze buurt. En ons doel is om de polder te behouden zoals die is. Wat wij doen is, wij komen elke zaterdag in het broedseizoen komen we bij elkaar hier op de dijk en dan tellen we alle weidevogels. Dus we hebben zaterdagsmiddags een 2 uur een afspraak, komen we trouw hier en dan zijn we toch zeker wel een uur of twee bezig om heel gericht alle kievieten en grutto's en tureluurs en gouden ganzen en hun pullen, de nesten, alles om die allemaal waar te nemen en te tellen. Wij zijn de Natuurcommissie en wij proberen de weidevogels te beschermen. En dat houdt in dat in 2012, geloof ik, dat hier een vos zat. We hoorden 's nachts echt veel rumoer. En in 2013 hebben we een wildcamera geplaatst, een valcamera geplaatst. En die heeft inderdaad die vos gezien. En sindsdien hebben wij een vossenraster geplaatst om te voorkomen dat die vos de weidevogels pakt. En wat wij verder proberen is om rust in de polder te waarborgen. Zodat de weidevogels hier echt rust kunnen vinden. Een gevarieerd kruidenrijk grasland, voldoende water om hun jongen groot te brengen. Er waren allerlei bedreigingen in het verleden met deze polder. Zo zou het een groot verkeersplein moeten worden richting Purmerend. Ook is er sprake geweest dat het afval van de Koentunnel hier gedumpt kon worden. Vervolgens, deze polder is van Amvest, die wilde hier zonnecollectoren plaatsen. Maar we hebben met succes en natuurlijk zou hier woningbouw kunnen plaatsvinden. Maar met succes hebben we tot nog toe al die bedreigingen kunnen pareren. Hebben we deze polder kunnen behouden voor wat die is. Ja, ik vind het heerlijk om hier aan deze polder te wonen. Ik woon hier dus heel vlakbij. En dan hoor je al die geluiden van zo'n polder. Dus de weidevogels, de grutto's, de kievieten, groepen ganzen in de herfst. Het is heerlijk om, als je hier voorbij fietst, even naar de polder te kijken. En dan die rust te zien, dat open landschap. En het is echt een parel van een weidevogelgebiedje waar je aan woont. Wij vinden het fijn dat er zoveel kievieten hier in de polder voorkomen. Want kievieten die zijn heel erg fel om hun territorium te verdedigen. Als je dan een buizerd of een havik of een sperwe of een kleine mantelmeeuw overvliegt, dan zal die kievit en masse omhoog gaan om die predator, die vijand, te verjagen. In die paraplu van bescherming kunnen dan wat zwakkere vogels als grutto's en tureluurs veel makkelijker overleven en hun kuikens grootbrengen. Ik ben Nienke de Vries en ik woon bijna 25 jaar nu aan deze polder. Toen we hier 25 jaar geleden kwamen, waren we verrukt over de grote tuin. Ik kwam uit het centrum van Amsterdam. En de dag daarna keken we achteruit de tuin deze polder in en toen waren we helemaal verkocht. Deze polder is bijzonder, allereerst omdat hij midden in de stad ligt. En ten tweede omdat hier zo ontzettend veel weidevogels zitten. Er is een dichtheid die is groter dan de gemiddelde landelijke dichtheid. En het is in ons geval rond de 50 nesten op 20 hectare. Omdat wij in de gaten hadden dat de boer die deze polder pacht een zwak heeft voor weidevogels, kwamen wij erachter dat hij daar subsidie voor kreeg. En wij zijn die boer gaan ondersteunen. En dat betekent dat wij hem helpen de nesten te lokaliseren, nesten te beschermen. En dat is dus ook uitgemond in het vossenraster. Wat we nu elk jaar opbouwen. We steken daar in het voorjaar zo'n 150 uur in, dan is het opgebouwd. En in de zomer breken we het weer af, want dan moet de boer erbij. Na het broedseizoen mag hij hooien en kan het vee erop, om het te bemesten ook, voor het volgend jaar. We hebben dat vossenraster aangelegd om de vos erbuiten te houden. En dat is gelukt. Maar omdat we in de stad zitten, veel meer last ook van andere predatoren. En dat zijn hier met name de huiskatten en de kauwen. De schoorstenen om de polder zitten vol met kauwennesten. En iedereen die buiten woont, die wil natuurlijk een kat. En die kat die heeft zijn vrijheid om van te genieten. Maar daar zijn wij minder gelukkig mee. We zien ze echt met kievietjongen weglopen. Ik sta nu laag, maar normaal staan we op de dijk. Maar wat ik nu heel goed zie is paaiende brasems in de sloot. Een tureluur vlakbij. Ik zie onnoemelijk veel ganzen met pullen. Ik zie een reiger in de slootkant staan, maar die heeft het vooral op eendenpullen, arme wilde eend. Ik zie kievieten met hun jongen, ik zie tureluurs, ik hoor de grutto soms. De witte kwikstaart vliegt er tussendoor, zwaluwen gaan door je beeld, boerenzwaluwen. En hoog in de lucht boven de huizen de gierzwaluwen,
Dat is zo'n beetje een greep wat ik hier zo in één oogopslag kan zien. Uiteindelijk zijn wij een vereniging om deze polis te behouden zoals die was en is. Dan is het natuurlijk belangrijk om zoveel mogelijk mensen erachter te krijgen. Dus natuurlijk hebben we onze jaarlijkse jaarvergadering, waarin we belangrijke besluiten nemen. Bijvoorbeeld hoeveel geld gaat er naar het vossenraster. Maar daarnaast organiseren we van alles anders. Eén keer per jaar doen we iets leuks voor de mensen en de kinderen. Bijvoorbeeld een vleermuizenexcursie of nachtvlinderen. En wat heel goed trekt, dat zijn onze wekelijkse observaties vanaf de dijk. Want iedereen komt hier langs fietsen en langs lopen en vraagt dan natuurlijk, wat zie je of wat doe je?